Arme Frank West, de fotograaf en ster uit de eerste Dead Rising game, lijkt zijn verleden maar niet te kunnen verwerken. De beste man was een van de weinige overlevenden van een zombie-uitbraak in het kleine Amerikaanse stadje Willamette. Maar in deel 4 moet hij weer terug naar deze verdoemde plek. De zombies hebben namelijk de boel helemaal weer naar zijn grootje geholpen en dus West pakt zijn camera en gaat op onderzoek uit. Net als in voorgaande delen krijg je in Dead Rising 4 een grote open spelwereld om in rond te lopen. Mis je natuurlijk de zombies en andere gevaren weten te ontwijken. En net als in deel 1 kun je het enorme winkelcentrum van de stad ontdekken, maar dan moet je ook her en der buiten wat rondlopen. Ladies and gentlemen, start your engines! Nieuw is echter dat je geen tijdslimiet meer hebt. In de eerste 3 delen moest je het spel binnen een bepaalde tijd uitspelen. En ook individuele missies hadden vaak een tijdslimiet, want anders kreeg je een slecht einde. En daar is nu geen sprake meer van en als resultaat kun je dan ook weer veel vrijer rondlopen, de wereld ontdekken en nieuwe dingen proberen. Wow, what's this? Hardcore fans van de eerdere delen zullen dit misschien zien als een soort van capitulatie, maar wat mij betreft is de game er alleen maar beter van geworden. Zo heb je meer tijd om bijvoorbeeld zelf bizarre wapens te maken. Alright, grab a gun! I got a shit ton of them! In Dead Rising 4 kun je weer vrijwel alles wat los en vast zit inzetten als wapen. De een wat effectiever dan de andere. Maar je kunt ook ogenschijnlijk nutteloze objecten combineren om zo bijvoorbeeld een dodelijke vuurwerkkruisboog of een elektrocuterende kerstkrans te maken. En hoe verder je komt, hoe geavanceerder de wapens worden. Who knew? Hey, we got trouble! Dead Rising 4 gaat op dezelfde voet verder als zijn voorgangers. Maar onder meer dankzij het afschaffen van het tijdslimiet is de game een stuk toegankelijker geworden. Wat mij betreft een dikke plus, want lekker zombie slachten zou iedereen eens moeten meemaken. Yeah,